Max Huiberts, een nieuwe speler voor AZ, praat ons bij. Ja, een centrale verdediger die overkomt van Bielefeld, Henry Weigelt. Die uiteindelijk ervoor heeft gekozen om bij AZ te komen voetballen. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nog nooit van hem heb gehoord. Hoe zijn jullie bij hem terechtgekomen? Nou, hij heeft afgelopen seizoen bij Bielefeld de kans gekregen doordat er een ervaren kracht een blessure opliep. Heeft zijn hele opleiding bij Bielefeld genoten. Nou, kans gepakt en gegrepen. De laatste 10 wedstrijden van de competitie in de basis gespeeld. Ja, daar niet meer uit geweest. En dat was het moment dat wij ook hem hebben gevolgd. Alle wedstrijden hebben bekeken. Ja, en met nog een 1-jaar contract. Ja, de kans gewaagd om te kijken of die open stond voor een overstap naar de Eredivisie. Wat voor soort centrale verdediger is hij? Ja, ik zou bijna zeggen dat hij wel een beetje een Nederlandse centrale verdediger is. Kan goed voetballen, kan goed met beide benen opbouwen. Zowel links als rechts is hij heel sterk in zijn passing. Maar kijk, het voordeel daarbij is dat hij ook nog een hele goede verdediger is. Lengte heeft, snelheid heeft. Dus ja, alles bij elkaar een compleet plaatje. Het is een jonge speler, dus hij zal ook ongetwijfeld hier moeten wennen aan onze manier van spelen. Maar ik denk dat hij met zijn eigenschappen heel goed past in het Nederlands voetbal. Hebben jullie natuurlijk al ook een aantal andere centrale verdedigers onder contract staan. Leon Bergsma gehaald. Wat wordt zijn rol binnen de selectie? Nou ja, ik heb eerder al aangegeven, we hebben 5 centrale verdedigers nodig. We hebben Ron ook met een jaar verlengd. Alleen weten we ook met het afgelopen jaar dat hij niet veel heeft kunnen spelen, Ron. Ja, dat risico willen we niet lopen dat als we er maar 4 hebben met Ron daarbij en hij raakt geblesseerd, dat we er dan nog maar 3 overhouden. Dus we willen altijd 4 centrale verdedigers hebben waarvan we uit kunnen gaan dat die een heel seizoen kunnen spelen. Buiten dat waren we ook op zoek naar nog wat specifiekere kwaliteiten voor een centrale verdediger. En wij denken dat Henry die bezit. Welke specifieke kwaliteiten zijn dat dan? Nou, wat ik net al aangaf, lengte voor een centrale verdediger, kopkracht, snelheid. Dat zijn ook zaken die belangrijk zijn om als verdediger in je pakket te hebben.